En voor wie nog niet uitgefeest was, was er natuurlijk nog de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Oosterpoort. Daar kwamen vele stadjes bijeen om het nieuwe jaar in te luiden. Naast de verplichte champagne was er ook veel muziek. En die liep uiteen van jazz tot ruige rock and roll. En dat zorgde ervoor dat er flink gedanst werd. Burgemeester Jacques Wallagen nam in zijn jaarlijkse speech de woorden oud en nieuw heel letterlijk. Oud en nieuw, dat vieren we. En de stad is ook oud en nieuw. De stad vernieuwt zich. De stad groeit ook. Hè. We hebben dit jaar 182.000 inwoners. En daar hoort ook bij dat je opnieuw investeert in de stad. En ik merk aan heel veel Groningers dat ze zo een beetje heimwee hebben. Naar hoe het vroeger was. En ik heb laten zien dat met plaatjes, dat het vroeger lang niet altijd mooier was dan nu. En dat je aan die vernieuwingen ook went. Dus je moet de stad de kans ook geven om zich te vernieuwen. En ook al werd er in de Oosterpoort flink gefeest, toch was de burgemeester serieus in zijn boodschap. Zeker ook toen hij terugblikte op het afgelopen jaar. Het was natuurlijk de laatste staartje van de grote bezuinigingen. Dat was niet makkelijk. Maar ik denk dat we als stad voortgegaan zijn met investeren. We hebben de Euroborg gebouwd. We hebben in allerlei opzichten niet stilgezeten. En ik geloof dat nu het economisch wat beter gaat, we ook de ruimte hebben om met name een paar hardnekkige problemen, zoals armoede, beter te bestrijden. En ervoor te zorgen dat we ook voor de sociale woningbouw goed zorgen. Dus in dat opzicht ben ik optimistisch voor de komende jaren. In 2005 is Groningen uitgeroepen tot fietsstad van Nederland. In 2006 beste binnenstad van Nederland. Is er ook een mooie prijs die je in 2007 verwacht? Nou ja, ik hoop dat we opnieuw de veiligste stad kunnen zijn. Want ik denk dat veiligheid voor de mensen ongelooflijk belangrijk is. Dat doen we goed, dus ik hoop dat dat opnieuw een landelijke erkenning krijgt.